Dit stukje? Ja. Ik pas hier niet onderdoor. Wat is dit nou weer? Yo mensen, leuk dat je kijkt naar alweer aflevering nummer 3 van de GTA 5 race serie met DX Double. De linkje van zijn kanaal staat in de beschrijving. Yes. In de vorige aflevering die nu in het i'tje staat, had je kunnen zien dat ik duidelijk de beste was. Vandaag gaan we ook 2 of 3 races doen. Dus veel succes. Heel veel succes, laten we beginnen. Hopen dat ik deze geen DNF krijg. Is dit een stunt race? Volgens mij wel. Hey, oh, shock. Vals spelen. Wat een tyfe. Oh, pardon. Ik hou het wel even netjes. Hey, wat? Wat? Je kan gewoon schieten. Ja. Zeg je vals spelen tegen mij? Oei. Hey joh! Oké, zullen we afspreken geen bommen? Maar wel pistols okay. En zo. Lekker band! Oh, bulletproof tires. Ik kan jou gewoon doodknallen, hè? Dat weet je zo goed, hè? Oh shit, ik let niet op. Hey, joh. En hier tape. Maar deze Audi is toch wel sneller. Hij rijdt hier ook nog verkeerd ook nog hoor. Hoezo? Hoezo rijd ik verkeerd? Geen idee. Nee. Dit is volgens mij een Formule 1. Ja! Ja, dit is een Formule 1 race volgens mij. Hey joh. Ik let weer niet op. Oh my god, gaat Damien winnen? Ja, Damien heeft een voorsprong. Er zijn toch 4 laps, dus... Ja! Wat een munke zit. Lekker band? Ja. Oh, 11 nummer 2. Wat een bocht. Wat een bocht. Met een lekker band. Ja hoor. Ah, wat een bocht, wat een bocht. Ja, nu krijg je ook de volle laag, hallo. Eindelijk zit me gewoon uit te lang hier. Misschien. Ik slip hem, jongen. Ik kan... Oh. Kijk hoe sneller je ook bent. Deze auto heb ik bijna vol getuned. De mooiste auto die ik heb in de garage. Jezus, deze auto gaat er toeren, jongen, yo. Ja. Ik wacht wel even op je. Ik krijg er zo'n zere oog van. Ach, jammer weer, Wes. Dat je niet op tijd hebt laten ontploffen. Dek Express. Vond ik zo zielig om je nog meer te vernederen. Ik ga echt langzaam. Pak de repair dingetjes dan. Rechts.
Heb ik ook gedaan. Nu ben ik weer helemaal hersteld. Hoezo hersteld? Dat zijn aan schade en zo. Dat zijn repair boosten. Oh ja, dan schiet je zo meteen weer mijn wandel, lijkt zeker. Nee, je ligt al te ver achter. Zieke dis. En je hebt ketchup zeker niet aanstaan? Jawel. Oh, ik ga uit de bocht, jongen. Je mag ook wel gewoon toegeven dat je gewoon slecht bent. Oh, ik miste een bocht op een huid of een haar. Laat ook zeker in de reacties even weten wie je denkt dat er na 10 afleveringen aan kop staat in het klassement. Er staat op dit moment 2-0 voor mij. Elke race die je wint, krijg je een punt erbij. Ik kom dichterbij, hè. Oh ja, je komt aardig dichtbij. Maar ik ben op de langere stukken veel sneller. En laat ook zeker even in de reacties achter, als je nou zelf een race toevallig hebt gemaakt, of je hebt leuke races, zet even de link van de social club in de reacties. Want misschien gaan wij in de volgende aflevering jouw race of jouw suggestie wel spelen. Yes. Ik probeer zoveel races te maken, maar dat is gewoon heel veel tijd. En je moet ze ook, zeg maar, precies maken en je snapt wel wat ik bedoel. Je moet ze ook uittesten, toch? Ja, en je moet ze opslaan. Ik heb drie races gemaakt. Allemaal niet opgeslagen. Dat is handig. Oh, wat een bocht. Oh. En we zijn in lap nummertje 4. Laatste ronde. Oh my god. Wat een clean bocht. Kom op, autootje. Kom op, je kan het wel, jongen. You can do this. Come on. Ja, en ik mis de bocht. En ik heb weer geen snelheid. Wordt het dan een 3-0 voorsprong voor mij? Of gaat Damon inlopen en wordt het 2-1? Valt me nog mee hoe goed deze auto is in races. Ja, maar je hebt hem gewoon getuned en daar ben je sneller mee. Anders had ik gewonnen. Ja, maar hij slipt ook wel heel veel, moet je zeggen. Hoor. Maar ik ben wel heel goed om dat te corrigeren natuurlijk. Ja, je bent autocoureur, hè? Ja, bijna. Ik mis gewoon van die bocht. Kijk, ik kon je nou gewoon inhalen, ja. Maar ja. En dan is het weer een dikke overwinning. Er mag er een puntje bij. Kijk deze bocht. Kijk deze bocht. Wow. Oh, wow. Spectaculair. Hoppakee. En dan komt er een puntje bij voor Groenpaal Gaming. 3-1 is de stand nu.
En we zijn zo terug met race nummer 2. En dit is race nummer 2 met de Hellion auto. Geen Hellion. Kijk mij. Make-up on custom. Dus, met een zieke motor. Natuurlijk staat het nu 3-0 voor Groen Power Gaming. Gast, kijk mijn auto en jouw auto. Kijk wat. Dit wist ik veel dat dit een parcours was. Jezus, moet ik met dit ding een parcours doen? Krijg de tering. Hij valt hem. Ja, jij ook. Jammer. Ja, hij voorkruipen. Oh nee. Ja, ik heb gewoon niet de juiste auto. We hadden die quads moeten pakken. Nee, dat stond al in de beschrijving van de race, de Hellion. Oh my god, oh my god, oh my nee! Heb je niet? Ik was er. Ik was er bijna. Bijna is niet helemaal. Bijna. Ik ben er. Ik ben een dikke beest. Ja, dit is echt ongelooflijk. Een tip voor jullie, dames en heren. Altijd even de beschrijving van de race kijken. Wat voor auto erin staat. Of er een auto in staat die je moet gebruiken. Laat ze dan überhaupt een auto instellen. Zo van dat je alleen maar die mag kiezen. Niet dat je 10.000 auto's kan kiezen. Ik wou bijna de monster truck kiezen. Maar bij de monster truck had je hem niet gehaald. Dat zou een wonder zijn. En ik denk dat jij dit ook niet gaat halen. Ik wacht hier wel even op jou, want ik ben wel benieuwd. Of jij dat gaat halen. Oh my god. Ja! Waar is die checkpoint? Daar. Maar ben ik benieuwd of jij dat stukje haalt. Hè? Dit stukje? Ja. Ik pas hier niet onderdoor. Wat is dit nou weer? Oh ja, shit. Ja. Oh my god. Got you. Fuck. Wacht, mis ik nou een checkpoint? Ja. Nee, dat kan niet. Nee, haha. Oh, tering. Ik zou niet meer zo vervloeken. Dat is een goed idee. Shit, voor je no. YouTube-kanaal. Moet ik weer gaan hacken. Daar hou ik niet van. We hebben op de stream highlights die nu in beeld komen in het i'tje. Had je ook kunnen zien dat we de Summer Heat Ferland Mandy hadden afgegaan voltooien. En op die video heb ik geen claim gekregen, dus... Dat is heel erg ja, mooi. Die haal ik ook niet weer hoor, die... Ach, meneertje is er alweer bij de volgende checkpoint hoor. Ja hoor, deze auto heeft zoveel power. Waar moet ik nu naartoe? Oh my god. Ja, dat. Ik krijg weer een DNF, ja, tuurlijk. Oh, ik ga te hard. Je moet ook over auto's rijden. Ben je daar beneden nog maar? Ja, omdat ik een gigatruck heb. Ik dacht dat jij al boven was. Ik wil er niet over praten. Ik dacht, ik pak mooi zo'n dikke auto zodat ik jou eraf kan beuken. Moet ik kijken waar ik ben.
Oeh, ik heb geluk. Ik heb geen geluk. Ik heb geluk. Oh, ik heb nog net een checkpoint. Dat zijn op zich wel hele leuke races. Moet ik eerlijk zeggen. Maar als je niet de juiste auto hebt, dan gaat dat niet goed, hè? Is dit een troll? Nee, dit is net geen troll race. Ja, ik heb hem! Haha! Nee, ik heb hem. Oei. Hè? Moet je die dan in godsnaam halen? Focus race, jongen. Oh, een randje. Zodra jij gaat praten, ga ik helemaal in de stress. Nee. Oh. Oh my god. Ik heb de checkpoint. Yo, hey. hij heeft veel power om omhoog te komen. Deze auto. Moet kijken, hè. Moet kijken. Hoppakee. Nou. Moet je over auto's? Wat is dit nou weer? What the fuck? Ja, dit gaat mij ook nooit lukken, hè. Jawel. Kijk hoe zo'n auto ik heb. Ja, dat weet ik. Volgens Sapre, kijk eens in. Even kijken, waar moet ik naartoe? Oh, ik moet gewoon op een platform. Waar moet je nou in dan? Ik ben beland in zo'n... In de... Dan moet je even goed kijken, je moet even omrijden. Een dikke veel. En er zit ook een kleine troll in, namelijk. Ja, ik zie het. Dan moet je via de andere kant van die pilaren. Ik heb even een kriebel aan mijn neus. Andere kant van de pilaar? Ja. Hoe dan? Oh, ja. Nee. Oh, ik glijd naar beneden. Was je daar wel tussendoor? Nee. Ik heb een bakbeest, hè, vriend. Ja, hey. Dat gaat je nooit lukken. Oh shit, ik ga veel te hard. Ja, poepies. Hoe dan? Dit kan toch niet? Moet ik hier dan langs? Dat zal wel. Nee. Oh nee! Ik heb geluk. Oh, ik ga veel te hard achteruit. Ja, dit is echt. Dit slaat echt nergens op. Stel, ik had wel die motor, die ding is gepakt. Die quad? Nee. Dat had je hem al gehaald. Nee, die monster truck. Dan had je niks kunnen halen. Nee. Oh, ik ga weer, wat ben ik dan dom? Heb je die wel gehaald al, of nog niet? Nee, want ik kan er niet tussendoor. Ik heb een setje nodig, maar dat gaat niet. Ja. Zo, nu lukt het wel. What the fuck? Oh my god. Wat is dit nou weer? Moet ik schuin gaan rijden? Ja. Dat is vrij simpel hoor. Ja, niet als je een dikke truck hebt.
Ik ga wel even draaien hier, want anders haal ik het namelijk niet. Ik wil zeggen, die heli van mij, die heeft heel veel power. Ik kan niet eens die jump halen. Nee? Nee. Oh my god. Nee, ik glijd naar beneden. Nee, ik glijd naar beneden. Kan ik dit weer overnieuw doen? Ja, ik zit vast over een invisible randje. Heeft hij de checkpoint? Nee. Had je hem echt niet? Nee, ging te snel nu. Ik moet wel verder. Ja, ik had hem al, maar... Mooi. Mooi. Oh, ik ga weer te hard. Jezus. Ja, ik heb hem. Rijd door, jongen. Aap. Oh nee, dat mag niet meer aan deze tijd. Sorry, giraf. Maar... Hè? Dan moet je op dat dak. Naar links moet je op het dak en dan moet je op alles eronder rijden. Ik ben... kan je ook nog in. Ik kan wel één puntje missen hoor. Want er staat natuurlijk 3-0 nog. Ah, dit slaat nergens op. Heb je gefaild? Ja, kom nou joh, man. Echt, soms denk ik echt GTA, jongen. Graag een kleine rip in de chat voor... Oeh, ik heb geluk. Kleine rip in... Nee, ik geef vol gas. Waar ga ik niet vooruit? Moet je helemaal opnieuw? Ja. Kijk, ik ga dus... Oh my god, je hebt me gesaved. Nee. Bedankt. Hang jij er nog? Nee, door jou ging ik eraf. Ja, wat je pauper. Oh. Deze auto heeft zoveel power, daar hou ik even niet rekening mee. Oef. Wacht. Bro. Dat kan toch niet tegelijk? Nee. Ik maak niet eens genoeg vaart, wat een tering. Je moet eerst zorgen dat je op die tweede dat je even stilstaat en dan even... Ik ga gewoon achteruit. Bij die checkpoint. Draaien. Oh yes. Nee, ik ga weer te hard. Oh my god. Dit wordt dus een extra lange aflevering. Oh, nee! Oh, ik was op de zijkant en ik tiefde. Nee, man. Wat een poepje. In de volgende aflevering zullen wij niet twee, maar drie races gaan rijden. Yes. Heb je daar nou zin in? Klik dan op de subscribe button en ja. De like. En vergeet ook zeker niet om te abonneren of op de
om te followen op twitch.tv/groenpowergaming. Elke Twig. Zaterdag. Twig, ja. Oh, elke zaterdag om 9:30 een hele leuke livestream. Ik heb hem, ja. Ja, what the fuck, man. Dit is nog stommer over vrachtwagens. Of over... Ja, maar die zou jij waarschijnlijk ook wel halen. Trailers. Ik sta stil en ik heb gewoon genoeg vaart om naar boven te rijden. Dat is wel heel erg fijn. Oh, ik heb geluk. Ik vind het altijd wel een mooi geluid. Of een satisfying geluid. Als je over die bussen rijdt, die verroeste bussen. Ja. Dat je dat metaal wat kraakt, vind ik altijd wel een mooi geluidje. Oké. Het zegt heel veel over de race dat ik me daarmee bezig kan houden. Hè? Oh my god. Ik moet helemaal opnieuw. Ja. Oh, we moeten ook een looping nemen. Oh, chips. Ja, dit echt, dit slaat nergens op. Ho, 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 ho. Ga ik hem halen? Nee, ik ga veel te ver. Heb je nou nog niet? Nee, want ik tiefde eraf. Ik viel eraf. Nee, dat kan niet. Ja, dit is onmogelijk. Ik sta niet, dit is een race waarvan je maar één auto kan gebruiken, dus waarom... What the fuck? Waar zit dat checkpoint? Ah. Of in hemelsnaam? Ik skip gewoon die hele ramp en ik... Ik een beetje gek. Waar is in godsnaam dat checkpoint? Heb je hem? Sst. Oh my god. Ik moet hier zoveel vaart maken, dat wil hij niet. Nee. Ja, nee. Finish hem, snel. Ik zie de finish wel, dat klopt. Heb je hem nou nog niet? Ik heb hem niet even praten. Om deze beste DX-dubbel, oftewel David, een troost te geven, kun je ook op zijn kanaal abonneren. Yes. Zal ook nu in het i'tje staan. In de toekomst hele vette video's volgens mij, toch? Ja, GTA races, voornamelijk Apex, schietspel. Van alles. Er zijn ook veel gaming video's op. De Sims. Dus ook gaming video's op zijn kanaal. Dus doe hem een lol en geef hem een kleine troost. Door even te abonneren. Je had al wel een livestream gedaan volgens mij, of niet? Op GX. Ja, ik heb een livestream gedaan. Kun je me zien racen omdat het internet zo slecht is. Oh ja, dat was die livestream, klopt, ja. Maar ik heb nog maar één checkpoint nodig. En ik faal hem ook al meteen. Ja. Ja, dit kan haast niet. Oh. Dat kan wel, maar je bent gewoon slecht. Dat mag je ook zeggen. Nee, ik ben wel goed, maar de camera staat op me gericht. Dus dat is een beetje... Oh, het is de druk van de kijkers. Even geconcentreerd dit doen, anders faal ik hem. Nee. Oh my.
rookworst. Ja, inmiddels reed ik de stad gewoon in. Heb je hem nou nog niet? Nee. Wauw. Ik ben gewoon slecht. Dan wordt het dus 4-0 volgens mij. Dus dan moet ik alle races zo in. En nou dan aankomen. In aflevering 10 gaan wij een kleine tussenstand. Oh, nee. Oh, geluk. In aflevering 10, dus het duurt nog wel even een paar afleveringen. Zal de winnaar bekend worden gemaakt. Heb je hem al? Een historisch moment, er kan er een puntje bij op de GTA-kant voor Roempower Gaming. 4-0 staat er nu. Nou, en pak hem, Dat sluit ik de video af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hé, daar staat een mannetje. Een mannetje? Oh, je hebt hem vermoord. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze GTA 5 race sessie. Samen met Damien. Bekijk alle linkjes in de beschrijving even en graag tot de volgende GTA 5 race video.